Welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Ik zal vandaag starten met PSV tegen RKC Waalwijk. We hebben er lang naar uitgekeken en vandaag is het dan zover. De wedstrijd waar iedereen het over heeft. De aftrap is over een paar minuten. En alle actie kunt u live zien hier op EA TV. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je. Laat ook een like achter voor deze video. Het zonnetje schijnt, de temperatuur is aangenaam en de grasmat ligt er perfect bij. Voor de mooie voetbalmiddag die hier over enkele minuten van start gaat. Beste kijkers thuis, ik heet u officieel van harte wel. Het commentaar bij deze wedstrijd krijgt u, zoals altijd, van mij. Ik ben Siert en naast me zit Jeroen. En over enkele ogenblikken begint deze wedstrijd in onze eigen eredivisie. Een duel dat je niet wilt missen, hè Jeroen? Nou, goede kant van dichtbij. Jeroen komt eruit, pakt hem. Die bal kreeg niet genoeg richting mee en hobbelt dus over de zijlijn. Ik denk dat deze speler ook vandaag een belangrijke rol kan spelen. Wat kunnen we van hem verwachten, Jeroen? Van een speler die zo genadeloos is in de afronding, hoop ik vandaag toch minimaal een doelpuntje te zien, hoor. Hij is van de bal gezet. Steekt die bal maar door. En die speler blijkt net buiten spel te staan. Ja, ik had het niet gezien. Nee, ik ook niet. Die steekpaas leek toch op het goede moment te komen. Kan PSV hier profiteren van de ruimte op de vleugel? Kan hij dit zo afmaken? Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. Het schot komt voor. Nee. Er zit iemand tussen. Iran Zahavi. Dit moet de voorsprong worden. Nee, die gaat er dus niet in. En dat is te danken aan de keeper. Ja, en dan te bedenken dat het van heel dichtbij was. En zij te bedenken, het is te wijten aan de keeper. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. De P-man is toch, dit is geen geweldige kopbal. Ik ben volkomen met je oneens. Door die tackle is hij die bal kwijtgeraakt. Hij speelt hem slim. Goed gedaan. Hij heeft hem. Geen risico genomen hier. Goed de bal afgepakt. Iran Zahavi. Doelkans om voor te komen. En die zit goal. En zo is de thuisploeg die hier als eerste tot scoren komt. In deze geweldige wedstrijd, een speciale wedstrijd. En die supporters hier, oh kijk, ze is blij zijn. De bal in de korte hoek en een goal. En dan kijk je altijd naar de rol van de keeper. En als je kijkt hoe die staat gepositioneerd, dan weet je dat hij kan tegenhouden. Dus een keepersfout. Fout.
is gemaakt. De stand is 1-0. Is alweer even aan de bal. Vooraf hadden we onze hoop op deze speler gevestigd. Maar ze maakt het nog niet echt waar. Ze zetten goed druk. Pakken de bal af. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Nou, die steekbal lijkt aan te komen. En hij kan doorstomen. Hoor je alleen op de keeper af. Ja, dan moet hij er toch altijd in? Ja, maar ja, ga er maar eens aan beginnen bij deze keeper. Dat is echt een heerlijke redding, hoor. De bal komt voor het doel. Hij weet de bal makkelijk tegen te houden. Nog steeds op weg naar het doel. En dat is een doeltrap. Veel te simpel deze paas. Een makkelijke prooi voor de tegenstander. Zet verder door. Bal kwijt aan de tegenstander. Die daarmee het gevaar bezworen heeft. Het wordt hem niet makkelijk gemaakt. Direct druk zetten. Dat werkt hier. Iran Zahavi. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Deze inzet is wat makkelijker te keren dan die eerste. Ja, de bal mag er niet in van hem. Goed gedaan, hoor. Dit is, zacht gezegd, geen geweldige actie van de keeper. Schiet op doel. Redding van de keeper. In de handschoenen van de keeper. Wat een enorme kans was dat, zeg. Ja, hij had er echt moeten scoren. Zonder dat hij het heeft verpest. Hij schiet. Oh, helemaal gestrekt. Wat een redding, zeg. Ja, het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Kans om te scoren. Ja, goal PSV. Wat is dit? Is dit gemakzucht of totaal gebrek aan concentratie? Ik weet het niet, maar... De bal wordt daar verloren op een plek waar het echt niet zou mogen. Met alle gevolgen van die. Dat is bijzonder slecht. Ze krijgen het balbezit weer. Het balbezitpercentage valt niet geheel verrassend uit in het voordeel van PSV. En als ze de bal dan verliezen, dan is dat niet voor lang. Die kunnen nog flink uitlopen. Balbezit veroverd. We gaan 2 minuten blessuretijd spelen en dan wordt er afgefloten. Iran Zahavi, gevaarlijke boogbal in de loop gespeeld. Jammer hoor, want het was best een gevaarlijke steekpaas. Ja, volgende keer denk ik iets laten gaan lopen. Want volgens mij was die paas goed genoeg. Was niks mis mee. Goed afgeschermd, de bal. Daar fluit de scheidsrechter voor rust. Hierbij gaan we de rust in. Het staat 2-0. We gaan gauw verder naar de tweede helft. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video. PSV nam de voorsprong mee naar de kleedkamer. En nu het tweede bedrijf. Philippe Max. Mario Kutze. En ze komen weer aan de bal. Is alweer even aan de bal.
komen ze toch terug. En het gevaar is weg. De doelman houdt de inzet van dichtbij tegen. En dat doet die keeper toch heel knap. Echt petje af. Nu kan de voorzet komen. Mooie kopbal, maar de doelman weet hem te stoppen. Zonde om hem zo in te leveren. Beroerd verdedigd. Hij heeft hem vast. Er ligt ruimte voor de counter. Belangrijke mededeling. Gelieven uw afval in de daarvoor bestelde afvalbakken te deponeren bij het verlaten van het stadion. Alvast bedankt. Door die actie is hij de bal kwijt. Gevaarlijke steekpaas. Iran Zahavi. Ja, hier komt die Zahavi, kan gaan scoren. Zo, goal! Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. Want dat bekroont hij dan met een doelpunt. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Nee, zo'n paas moet je niet aankomen. Die is voor de tegenstander. We krijgen een inworp. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Die bal kan er gewoon in. Lekker doelpunt hoor. Mooi laag gehouden en in de hoek. De verdediger. Totale bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. Hij mag eruit en een verse kracht komt erin. We gaan verder met een afgetekende score. 4-0. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Hij kan van heel dichtbij. Ja, doelpunt, schitterend. Hij houdt die bal mooi laag. En daardoor is hij moeilijk te pakken voor de doelman. Ze dachten bij die voorval niet zo van, we hadden het voor gezien. Nee hoor, PSV gaat gewoon lekker door. Nog een doelpuntje erbij. De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. Goed hoor, meteen bij die bal, die van Ginkel. Goede verdedigende actie, bal heroverd op de eigen helft. De speler krijgt hulp. Hier de voorzet naar de tweede paal. Ja, afgekeurd. En terecht misschien wel, die speler stond net aan buitenspel. Ja, het scheelt weinig, maar... toch is het gezien. Het was geen geldige goal.
RC Waalwijk. Er komt een wisselspeler in het veld. Veld verlatend, nummer 29, Michiel Kramer. En de vervanger is nummer 9, Finn Stoppers. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Pak de bal goed af. En weet die paas onderscheppen. Goed opgelet. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Het gevaar is nog niet geweken. Kan er hier voor gevaar zorgen? Nou vooruit. Toch nog een doelpunt. Veel zal het niet helpen. Het blijft een forse nederlaag. Maar deze verzacht de pijn een beetje. Ja, er is geen reden om elkaar in de armen te vliegen. Vijf tegen één. En we voetballen weer verder. Nog steeds met de bal aan de voet. Alleen de doelman nog voor zich. Wat een doelpuntenmachine deze man. Het is alweer zijn derde, hè? Vandaag speelt hij echt de sterren van de hemel. De klasse druipt er vanaf. Het begint natuurlijk allemaal met een steekpaas die tot in de perfectie wordt uitgevoerd. Juiste richting, juiste snelheid. Wat een mooie actie zit voor die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. We gaan verder spelen. En de stand is 6 tegen 1. Haas in de diepte. Een grote kans hoor. Doelman ertussen, spel gaat verder. Het gevaar is voorbij, maar dat was een aardige kans. Die tackle zet hem van de bal af. Kijk, slim balletje hoor. Nee, hier gaat die speler veel te snel naar voren. Die loopactie moet je veel later inzetten, want anders krijg je dit soort dingen. Die steekbal die is prima. Die komt ook, maar je moet op het juiste moment vertrekken. Dus buitenspel. Ze krijgen 3 minuten blessuretijd van de vierde official. Marco van Ginkel, zwak verdedigend werk. Wat een geweldige bal! Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Afgefloten deze derby. Hierbij winnen we de wedstrijd. 7-1. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je. Heb je nog geen like achtergelaten op deze video, laat dan een like achter. En voor nu, bedank je voor het kijken en tot de volgende gameplay.